In deze video combinaties, nou, dat doen we met een voorbeeldje. Hè? Dus na een schoolfeest maken drie leerlingen de zaal schoon. Anna, Bert, Cindy, Daan en Evelien, oftewel A, B, C, D en E, die stellen zich beschikbaar. En dan is de vraag, hoeveel drietallen zijn mogelijk? Ja, daar moet je even over nadenken. En het eerste wat je denkt is misschien wel dit. 5 × 4 × 3. Maar dat is helemaal niet goed. Want ja, waarom is dat eigenlijk niet goed? Nou, als je er goed over nadenkt, in de vorige video hadden we het over permutaties. Dit zou je doen bij een permutatie, omdat je te maken hebt met de rangschikking. Maar als drie personen gaan schoonmaken, dan heb je niet te maken met de rangschikking. Dus als je als eerste wordt gekozen, of je wordt als laatste gekozen, in beide gevallen ga je schoonmaken. Dus, waarom is het niet goed? De volgorde doet er niet toe. Dus stel je voor, de volgende schoonmaakploeg wordt gekozen. Dus Anna, Bert en Daan worden gekozen om te gaan schoonmaken. Maar als Anna nou als eerste wordt gekozen, of als laatste, dat maakt niet uit. Dus je hebt dus geen rangschikking, je hebt geen verschillende taken. Dus als ABD wordt gekozen, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als ADB, en dat is weer hetzelfde als BAD, BDA, DAB en DBA, oftewel drie faculteit, oftewel 6 permutaties. Dus nog een keer, de volgorde is niet belangrijk. Dus als je nou als eerste wordt gekozen, of je wordt als laatste gekozen, je gaat gewoon schoonmaken. En heb je een permutatie, dan heb je echt een taak. Dus als je als eerste wordt gekozen, dan ben je bijvoorbeeld voorzitter. Maar word je als derde gekozen, ben je bijvoorbeeld secretaris. Ja? Dus die tellen, die 6, die tellen dus voor 1. Nou, wat is dan wel het juiste antwoord? Nou, dat is het volgende. 5 × 4 × 3. Maar omdat de volgorde er niet toe doet, moet je nog delen door 3 faculteit. Dus dan krijg je 60 gedeeld door 6, is dus 10. Dus kies je 3 dingen uit 5 dingen. En heel belangrijk, de volgorde doet het dus niet toe. Dan heb je dus te maken met een combinatie van 3 uit 5. En dat noteren we als 5 boven 3. En zo spreek je dat ook uit. Dus geen deelstreepjes of zo. Je spreekt het uit als 5 boven 3. En graag zo opschrijven. En hoe tik je dat in op je rekenmachine? Nou, dan ga je naar het gereedschapkistje toe. Dat tik je aan. Dan ga je naar kans. Dat tik je aan. En dan zie je bij 2 zie je staan combinatie. Dat tik je ook aan. En als je dan 5 boven 3 op je rekenmachine in gaat tikken, hè, dus dan krijg je combinatie. Dan tik je in de 5 en een 3 en daartussenin staat een komma. En dan moet je erom denken dat je de komma gebruikt die boven de 8 en 9 staat. En als je dan op enter drukt, dan krijg je dus 10. Dus let op, heb je te maken met rangschikking, dan heb je het dus over een permutatie. Dus ga je bijvoorbeeld een blokje om de school lopen met 10 man. De eerste krijgt een HP-rekenmachine. De tweede krijgt een iPhone. En de derde krijgt een iPad. Dan maakt het echt uit of je eerste wordt of derde. Want er is een rangschikking. Maar ga je nou een rondje om de school lopen, dan heb je dus, er is geen sprake van rangschikking, dan heb je dus te maken met de combinatie. Dus loop je een blokje om de school en de eerste die over de finish gaat, krijgt een banaan. De tweede ook een banaan. En de derde krijgt ook een banaan. Dan heb je dus niet te maken met de rangschikking. Als je nou eerste wordt of derde, je krijgt gewoon een banaan. 2 voorbeeldjes. En dan gaan we even kijken of het te maken heeft met een permutatie of een combinatie. Uit de top 10 van vorige week stel je een eigen top 3 samen. Nou, dat zijn allemaal verschillende nummers. En je maakt een top 3, dus je hebt te maken met een permutatie. In een klas worden 5 loodjes verkocht voor een toneelvoorstelling.
Maar als je nou het eerste loodje wint, of dat derde loodje, dat maakt allemaal niks uit. Hè? Want je gaat dan gewoon naar dezelfde voorstelling toe. Dus we hebben hier te maken met een combinatie, geen rangschikking. Van de 28 leerlingen van een klas worden er 8 uitgekozen om een enquête in te vullen. Hoeveel achttallen zijn mogelijk? Nou ja, maakt het uit of je als eerste of als zesde wordt gekozen? Nou nee, er is dus niet sprake van een rangschikking, dus geen rangschikking. De volgorde is niet van belang, dus we hebben te maken met een combinatie. Dus we krijgen 28 boven 8. Op de rekenmachine ziet dat er zo uit. Je gaat naar het gereedschapkistje toe. Je gaat naar kans. En dan pak je combinatie. En denk erom dat je de komma gebruikt die boven de 8 en 9 staat. Je drukt op enter. En dan krijg je 3.108.105. Einde video. Tot de volgende keer.